het kan een beetje geïsoleerd voelen. Dat betekent dat je zit vlakbij Duitsland, je zit tussen Duitsland en België in. En dan zit je soort vast aan Nederland, dat boven is. En alles wat power heeft, politiek, dat zit allemaal daarboven. Dus je zit een beetje in zo'n hoek. En natuurlijk veel mensen, zoals mijn vader, die zijn op een gegeven moment uit weggegaan om gewoon hun dingen uit te breiden en om gewoon wat andere dingen te verkennen. Maar wat zo mooi is, is dat de kleinheid is eigenlijk een beetje voorbij. We zitten nu in een tijd waar het veel gemakkelijker is om andere kanten op te gaan. En het is heel interessant om te zien hoeveel Limburgers eigenlijk uitgebloeid zijn. En hun vleugels hebben opgezet om naar andere hoeken van de wereld te gaan. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen. Dat je niet binnen Maastricht denkt of binnen Limburg denkt. Dat je trots bent van waar je komt. Maar dat je ook een fijne gevoeligheid hebt betreffende wat je nodig hebt om jezelf te ontwikkelen. En nu met het internet en dat soort toestanden is de wereld veel opener. Je kan overal naartoe vliegen en je kan boeken online, kan je pakken met allerlei heavy concepts. Je hoeft niet meer naar Zuid-India te vliegen om naar de tabletklasses te volgen. Je kunt ook gewoon, weet je wel, dat gaat nu allemaal veel gemakkelijker. Dus die openheid, dat is heel belangrijk. En ik denk dat het heel interessant is om te zien met de Limburgse helden. Om te zien waar ze allemaal terechtgekomen zijn. Ik denk dat het ook heel inspirerend is voor de nieuwe lichting die opkomt. Dat ze niet zomaar zo binnen een kader denken, omdat ze verder uitkijken. Want dat is een beetje het gevaar van de kleine scene. Dat als je maar 2 of 3 muzikus hebt die heel goed zijn, en dat je daar te veel van gaat afspiegelen. En dan kan je persoonlijke verhaal enorm belemmeren. Het is enorm belangrijk om je te laten beïnvloeden door een enorm palet van meesters. En daarvoor moet je gewoon je oogkleppen wegdoen. Dus het is aan jou of jij die energie laat binnenkomen. Of dat je jezelf afsluit en in een eng hoekje gaat zitten en je vasthoudt aan je talent. Het is enorm belangrijk om naar al die mensen die beter zijn dan jij, om daar naartoe te lopen en om daarvan te leren en daar inspiratie mee te nemen.